Met uiterste precisie is het brugdek omhoog gehesen. Erg snel ging dat niet, want de risico's zijn groot. Er zijn diverse spannende momenten. We zijn die brug met vier takels aan het hijsen. En een tafel die op vier poten staat, die staat zelden op alle vier poten evenveel gewicht verdeeld. En wij moeten dus nu wel zorgen dat op alle vier takels precies evenveel gewicht hangt. En dat is de uitdaging. Daarom zijn uit voorzorg omwonenden geëvacueerd. Nu de berging voorbij is, wordt het brugdek geïnspecteerd. Als de beschadigingen meevallen, wordt hij misschien opnieuw gebruikt. De gemeente wil de rivier eind deze maand weer open hebben voor de scheepvaart. Er zijn wat kaders beschadigd, die moeten eerst gerepareerd worden. Daar gaat de provincie snel mee aan de gang. En zodra dat kan, gaat de vaarweg weer open. We verwachten in ieder geval voor eind oktober zover te zijn. De twee omgevallen hijskranen zijn vorige week al geborgen.